Dit is Nieuwsmix van februari 2013. Welkom bij Nieuwsmix TV. Nieuwsmix TV. Een maandelijks tv-programma van de lokale Omroep Mail. Met interviews, nieuws en sfeerbeelden van activiteiten uit Mail, Langeboom, Sint Hubert en Wilbertoord. Kortom, dit is Nieuwsmix TV. Nieuwsmix TV. We beginnen deze uitzending sportief. In Middelbezoek waren we op donderdag 31 januari bij Fitland in Mil, waar de jaarlijkse indoor cycling marathon plaatsvond. Het doel van deze marathon is om zoveel mogelijk geld op te halen en zo de strijd tegen kanker te steunen. Om vorig jaar zijn moeder aan te moedigen, zijn oma aan te moedigen. En toen zei hij, en volgend jaar zei hij, ga ik ook. Dus hij gaat volgend jaar in het team met Mark Huisnaas, gaat de benen boven. En ik, ja goed, als hij dat kan, kunnen wij vanavond ook iets presteren. Maar ik zou graag op het begin een geweldig applaus voor dit kereltje willen hebben. En zo gauw als jij dadelijk, en wij tellen af, 5, 4, 3, 2, 1. Zo gauw als bij het eenzetten geef ik met jouw hand een knal op die kop, op die knop. En dan gaat hier mijn kop maar op die knop. En dan gaat het een en ander gebeuren. Laten we beginnen. 5, 4, 3, 2, 1. Wat heeft u hierheen gebracht? Nou, ik doe elk jaar mee. En dan, normaal zit ik hier ook vaak op de spinningfiets. Ik vind dit een goed initiatief. Oké, want dit is natuurlijk voor het goede doel. Wat heeft u met Alpe d'Huez? Ja, Alpe d'Huez is kankerbestrijding. Ja, klopt. Heeft u zelf iets meegemaakt in uw familie of vriendenkring waardoor u denkt ik wel dat doel wil sponsoren? Nou, meerdere mensen kwijtgeraakt door de ziekte. En ja, het is toch wel een van de ziektes die tegenwoordig het meest voorkomt. Ja, helaas wel. Ja, dus elk onderzoek is daarin is positief, is goed. Ja, en doet u zelf ook mee aan Alpe d'Huez? Dat doe ik niet mee, nee. Nee. Misschien wel plannen om dat te gaan doen? Nou, ik heb te veel kilo's om die berg op te gaan, dus dat gaan we niet proberen. Maar het is een mooi opstapje dit ook. Ja, nou, dit vind ik prima. En dit hou ik ook wel vol, maar enthousiast, nee. Ja, en, bent u hier alleen of met een groep? Ik ben met een collega. Oké, leuk. Van het werk uit en dan kom maar, doe mee. Van het werk uit, ja. Okay, ja, en ook gewoon van hier, want we doen ook vaak samen spinnen. Oké, nou hartstikke leuk. Ik wens u nog veel succes deze avond. Ja, dankjewel. Blijft u de 5 uur lang vol zitten? Wij doen 5 uur, ja. Super, nou succes nog. Oké, dankjewel. Nou, jij zit hier ook al enthousiast op de fiets. Ja, ja. Ben je al moe? Nee. Ben je getrainde fietser? Nee, helemaal niet. We zijn met het team en over een uur komt iemand mij aflossen. En dan doet het andere gedeelte van het team weer verder. Oké, want vanuit waar kom je hier? Uit Uden. En we zijn in tandartspraktijk. En wij zitten allemaal in het laboratorium. En daar ligt de tandartsje staat daar. Die is geblesseerd, dus daar gaat niet. Maar die twee die op de hoek zitten en die dan geblesseerd is, die zijn wel echt goede fietsers. Oké, en van waar dan het initiatief om hier mee te doen?
Die vrouw die daar op de hoek zit, die sport hier altijd en die heeft ons enthousiast gemaakt. Oké, ja, hartstikke mooi doel natuurlijk. Ja. Heb je ook ambitie om de Alpe d'Huez 6 te fietsen? Nee. Oké, okay, nou, ik kan het me voorstellen. Ja. Is dit de eerste keer dat je meedoet? Ja. En wat vind je ervan tot dit jaar? Ja, ik vind het superleuk. Leuk initiatief. Ja. En leuk, goed doel en lekker bezig zijn. Ja, dat lijkt me ook. En in ieder geval nog succes. Ja, dank je wel. Heel even volhouden. Ja, komt goed. Oké, nou veel plezier nog. Ja, is goed. Dankjewel. Mevrouw. Hallo. Lukt het fietsen een beetje? Jawel, het gaat goed. Ja. Rustig aan, hè. Ik heb nog wat uurtjes te gaan. Ja, u gaat de volle 5 uur doen? Als het goed is wel, als ik het volhoud. Mooi zo. En Alpe d'Huez 6? Dat niet. Nee, dat niet. Nee, dat niet. En wat heeft u hier gebracht? Waarom zit u hier nu? Nou, op zich omdat ik spinnen heel leuk vind. En het is natuurlijk een heel goed doel. Ja, zeker. Wat heeft u met dit doel? Ja, de kankerbestrijding natuurlijk. Nou, mijn vader is overleden aan kanker en ik werk zelf in de zorg, dus ik heb er wel affiniteit mee, ja. Een logische stap dan misschien wel? Ja, nee, om zelf te gaan doen, dat vind ik veel te zwaar. Ja, u zit hier in een rood pakje met nog een aantal mensen hier in deze rij. Vanuit wat zijn jullie hier? Ja, vanuit welk bedrijf bedoel je? Ja. Nou ja, Bonnie die heeft ervoor gezorgd, voor deze sponsor. Fietsen we al 2 jaar in, dus... Goede sponsor, dus hij sponsort het goede doel. Oké, vriendengroepen. Ja, wij spinnen allemaal en we doen elk jaar met z'n vieren deze spinningmarathon. Oké, hartstikke. Al een jaar of 5, 6. Hartstikke leuk en goed doel. Heeft u al wat geld, sponsorgeld opgebracht? Hoe bedoel je? Heeft u al wat sponsorgeld verzameld? Ja, dat wel. Ja, eerlijk gezegd moet ik zeggen dat ik hier heb gegeven wat ik moest geven, maar ik ga in Mil nog, of in Boxmeer nog, de spinningmarathon. En dan ga ik daar voor Remco fietsen, want die gaat ook de spinningmarathon doen. Okay. Dus daar heb ik meer voor opgehaald. Okay, nou, fanatiek. Ja. Nee, ik wens u nog heel veel succes deze avond. Ja, oké, okay, dankjewel. Helpen mooi eigenlijk. Oké, okay, dankjewel. Heer, u zit hier helemaal alleen. Dat viel mij op. Vanwaar alleen? Ik ben hier op dit moment heel even alleen. Omdat ik hier mijn klanten aan het ondersteunen ben. En van een afstand een oogje in het zeil hou. Of ze wel lekker bezig zijn. Wat heeft u verder met fietsen? Waarom doet u nu verder hier nog mee? Ik fiets regelmatig. Zoals je ziet aan mijn shirtje. Limoncello Boys. Onlangs meegedaan aan Gulbergen 24. Oké, nou super. Geweldig evenement. Ja, ik wens u nog heel veel succes vanavond. Dankjewel. En ik hoop dat er een mooi bedrag opgehaald wordt. Dafür keine Tränen hat, wird morgen blind. Wenn ihr das nicht liebt, was dann? Marlene Smit bezocht afgelopen maand Stichting De Ladde Mil, die zich eind van dit jaar hoopt te vestigen in de oude brandweerkazerne in Mil. Stichting De Ladde is een kleinschalige woonvorm voor jonge volwassenen met een verstandelijke beperking, met een intensieve zorgvraag ontstaan vanuit een oudereninitiatief van 2 enthousiaste ouderparen. Nou, we zijn hier vandaag om de oude brandweerkazerne van Mil te filmen. Daar is een nieuw doel voor en dat laat ik even vertellen. Nou, stel je maar eventjes voor. Mijn naam is Sylvia Jans,
En ik heb een dochter die verstandelijk beperkt is. En dat is de reden dat wij dit pand hebben aangekocht. Samen met Jan. Jan. En ik ben Jan Zwartjes. Onze zoon Luc is ook verstandelijk gehandicapt. En die komt hier ook wonen als het goed is. Ja. Ja. En welke leeftijd hebben jullie kinderen? Mijn dochter is 14. En Luc is, wordt 22. Ja. Dus het zijn echt pubers die, of ja, jonge volwassenen die hier komen te wonen. En jullie zijn aan dit project begonnen. Nou, er wordt op dit moment gefilmd wat er allemaal is en wat er niet is. En ja, aan jullie om er wat van te maken. Vertel eens, wat gaan jullie hiervan creëren? Want het is echt een creatie moet het worden, denk ik, van ja, iets wat niets is. Nou, de bedoeling is dat hier 8 mensen komen wonen. En er worden boven 6 slaapkamers gerealiseerd en beneden verdieping 2 slaapkamers. En op de begaande grond komt dan gewoon de woonkamer en een keuken en een aparte leefruimte. Ja. En dan buiten een mooie tuin. Ja. En is er nog een onderverdeling van het aantal mensen die hier komen te wonen? Zoveel mannen, zoveel vrouwen of jonge mannen, zoveel jonge vrouwen? Nee. Of is het gewoon, ligt het aan de beperking die ze hebben? Ja, wat wij belangrijk vinden is dat iedereen zijn eigen capaciteit kan ontplooien. En dat betekent dus dat ze zich goed moeten voelen. En dat de groep dus ook bij elkaar moet passen. Dus waar wij aan denken zal waarschijnlijk zijn kinderen en jongvolwassenen tussen de 15 en de 35. De beperking is dus eigenlijk niet van belang. Er zijn 2 plekken voor meervoudig gehandicapten. En het gaat er eigenlijk met name om dat ze bij elkaar passen. En dat ze de visie van het wonen en de zorg ook van de ouders aansluit bij onze visie. Oké. Okay. Nou, stel ik heb een kind dat een bepaalde beperking heeft. En ik denk, nou, dit is wel iets om mijn kind naartoe te sturen. Want het is vrij klein. Het is intiem. Ze vormen een soort familie, laat ik het zo zeggen. Onder begeleiding van een papa en een mama. En, of andere papa's en mama's. En hoe zien jullie dat? De jongeren die hier komen wonen, die hebben wel allemaal een intensieve zorgvraag. Dat betekent dat ze 24 uur zorg nodig hebben en er ook een indicatie voor hebben gekregen. En het wordt begeleid door professionals. Dus er komt gewoon professionele zorg op die hier 24 uur per dag aanwezig is. Oké, prima. Nou, hoe lang gaat dit project duren voordat jullie zeggen van nou, alle kinderen kunnen hier echt komen wonen en alles is klaar? Wat? Nou, we hopen in het najaar van dit jaar zover te zijn om de eerste bewoners toe te laten. Dus ja. Laat ze maar aanmelden. Ze zijn hartelijk welkom. Ja, en hoe doen jullie dat met een aantal mensen? Gaan jullie dit project helemaal klaren, bouwen, verbouwen, breken? Er moet natuurlijk een hele hoop weg en dergelijke. Hebben jullie nog behoefte aan hulp van buiten, van vrijwilligers? Of mensen die zeggen van, nou, ik vind het schitterend. Ik heb op dit moment geen werk en ik wil mijn tijd besteden aan iets nuttigs. Nou, kom ons helpen, wat denken jullie daaraan? Dat denken we ook zeker aan, ja. Handige mensen zijn altijd welkom. Ja. Ja, dat is voor nu en dat is ook voor in de toekomst. Ook als het plan gerealiseerd is, hebben we natuurlijk altijd mensen nodig voor klusjes of misschien wel mee begeleiden. Dat ze zeggen van, nou, ik wil graag een dagje mee helpen of een middag mee helpen. Die mensen zijn allemaal van harte welkom. En gaan we ook kijken of dat we samen iets passend kunnen vinden of dat ook geschikt is voor elkaar. Ja. Misschien ook wel interessant om nog te vermelden. We gaan 16 maart meedoen aan de Landelijke Actie Nederland Doet. Ja. Dat is een vrijwilligersactie om te proberen om iedereen ertoe te zetten om mee te werken aan een sociaal project. Ook wij doen daarom mee en wij hopen dus ook dat we veel vrijwilligers mogen verwachten die ons een handje komen helpen. En eventueel mensen die er niet kunnen of niet in de mogelijkheid zijn, die zijn ook welkom voor een kopje koffie. Ja. En dan kunnen ze even komen kijken wat we aan het doen zijn en waar we mee bezig zijn. Ze ook weten wat we aan het ontwikkelen zijn. Nou, dit is heel leuk. Een heel leuk project voor de mensen, denk ik. Voor mensen die kijken. En ik zou zeggen, nou, kom helpen. En probeer iets te betekenen voor deze mensen. Want het doel is geweldig. En nou, wij komen terug over een maandje of zo. Komen wij terug kijken hoe jullie gevorderd zijn. In Stef op Stap bezoekt Stef Peters de open dag van het Malet College in Mil. Hij kijkt rond, krijgt informatie
en spreek met de vestigingsdirecteur, mevrouw Jansen. Ik ben Stef en vandaag is weer een nieuwe Stef op stap. Ik sta hier nu in het Melet College Mail. We gaan hier een beetje rondkijken en ook een interview doen. Dus ik hoop dat het erg leuk wordt. Vertellen wat de bedoeling is van vanavond. Je hebt het wuppie. Ja, ik heb het wuppie opgeschreven. Mag je dadelijk daar op het bord gaan plakken bij jouw basisschool. Dan kun je ook nog een foto laten maken. En dan kunnen jullie naar de theorielokalen, de trap op naar de informatiebijeenkomst. Dat duurt 10 minuten tot een kwartiertje. Dat vertelt een van mijn collega's even kort hoe het hier op school gaat. Dan krijg je ook een informatiemap. En in die map zit het plattegrond. Je kunt zelf de school rondlopen. Of je kunt zeggen, ik ga met een rondleiding doen. Want een van de kinderen die nou hier op school zitten, die geeft een rondleiding. Dus. Dan kun je jou ook zo opvragen. Je kunt zo meteen naar een lokaal lopen waar de deur open staat. Bijvoorbeeld dat lokaal. Dan krijgt u 5 minuten uitleg over deze school van een van onze leraren. Na die 5 minuten zijn er leerlingen van onze school. Die kunt u herkennen aan de blauwe shirtjes. En die willen u graag rondleiden door de school. Die nemen u voor 10 minuutjes mee. Die vertellen u allemaal wat er vanavond te doen is. Na die 10 minuten komt u weer daaruit. En dan kunt u allerlei dingen gaan doen. En gaan bekijken. Zowel papa's en mama's als leerlingen. Dus er is genoeg te doen. Groep 7, mag je lekker binnenkomen. Goed, dames en heren, hartelijk welkom op het Melet College Mail, onze open avond. Ik zal me even voorstellen, Koert Elzinga. En ik geef al bijna 13 jaar les hier op het Melet College in Mail voor het prachtige vak geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, mensenmaatschappij heb ik ook gegeven. Dat is de combinatie daarvan. Ik ga u in 5, 6, misschien 7 minuten iets vertellen over wat u vanavond kunt doen, iets over onze school. En ik vind het hartstikke mooi dat er ook heel veel leerlingen uit groep 6 en 7 aanwezig zijn, want je kunt niet vroeg genoeg zijn bij de juiste keuze van je school. Hoeveel lokalen hebben jullie hier in het hele? In de hele school? We hebben 2 soorten lokalen. We hebben praktijklokalen. Het lokaal waar we nu in staan bijvoorbeeld, hè, dat is van de bouw. En zo hebben we er nog 1 voor zorg en welzijn. We hebben een tekenlokaal, handvaardigheid, muziek. En dan hebben we nog speciale lokalen langs de aula. En in de lesstoren hebben we theorielokalen. En we hebben 12 theorielokalen. En dan 5 bijzondere lokalen. Dus zo'n 17 lokalen. En nog 2 gymlokalen. En met kinderen bijvoorbeeld met rekenproblemen of taalproblemen. Hoe wordt het daarmee over? Dan hebben we een soort reglement en dat noemen we met een deftig woord protocol, dyslexieprotocol. En daar staat dan in dat de docent bijvoorbeeld minder dingen fout telt. Als je 1 keer een foutje hebt gemaakt, dan wordt dat niet iedere keer geteld, maar dan wordt dat maar 1 keertje geteld. Dan mag je ook langer over je toetsen doen, dan mag je na de hand ook langer over je examen doen. Dus daar zijn regeltjes voor om te zorgen dat de kinderen die moeite hebben met taal en rekenen toch met succes een diploma kunnen halen.
Ik had ook iets gehoord van het excellentieschool. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij als school op dit moment genomineerd zijn. Maandag weten we pas of dat we inderdaad het predicaat excellent school krijgen, zoals ze dat met een deftig woord weer noemen. En dat betekent dat wij hele goede examenresultaten hebben. Dat kon je in de aula ook al zien, hè? Maar één jaartje niet 100%, verder de laatste jaren allemaal 100% geslaagd. Dat wij goed voor onze leerlingen zorgen en dat we dat ook nog eens doen met aantrekkelijk onderwijs. Dingen die leerlingen leuk vinden en die je nou ook op de open dag hebt kunnen zien. Dus het is voor ons heel spannend of we het maandag gaan krijgen. Nou, dank u wel. Ja, Jok, bedankt. Ik vond het heel leuk om met zo'n jonge interviewer nou eens vragen te mogen beantwoorden. Dit jaar bestaat de lokale omroep 25 jaar. De komende tijd zullen wij u hierover informeren middels radio, tv en tv-krant. Nu kunt u gaan kijken naar de allereerste tv-uitzending van de lokale omroep. Deze werd gemaakt door de initiatiefgroep Lokale Omroep Mil en stamt uit 1987. Deze uitzending is een herhaling. Dames, heren, jongens en meisjes, goedenavond. Hier is voor het eerst op uw scherm de lokale omroep Mil met een proefuitzending. Op verzoek van de initiatiefgroep mag ik dit programma presenteren. Ik ben Anne Kolen. Dan wil ik u nu eerst vertellen hoe het programma van vanavond eruit gaat zien. Het bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal ik u iets vertellen over de doelstelling van de initiatiefgroep Lokale Omroep. Het tweede onderdeel van vanavond is een programma over de tentoonstelling Hilbo 87, waarin we onder andere een kijkje gaan nemen op het terrein waar de Hilbo wordt opgebouwd. We volgen de opbouw van de stands. We zullen aanwezig zijn bij de officiële opening. En we maken een rondwandeling over de Hilbo. Het totale programma is door de initiatiefgroep bedoeld als een eerste kennismaking. En om wat ervaring op te doen voor de in dit najaar te houden uitvoerige informatiedag. Tevens kunnen we nu dus ook wat extra aandacht besteden aan de Hilbo 87. Een evenement in onze gemeente dat er zeker zijn mag. Voordat we naar de Hilbo gaan, dan nu eerst de lokale omroep Mil. De initiatiefgroep Lokale Omroep bestaat uit Gerrit van Bommel en Tony Willems uit Langeboom, Martin Nabuurs uit Wilbertoord en Wim Schep uit Mil. De groep wordt ondersteund door Frans Keurentjes van de Stichting Samenlevingsopbouw. De initiatiefgroep is van mening dat een lokale omroep een belangrijke bijdrage kan leveren aan een grotere betrokkenheid van de bevolking bij het gemeentelijk en plaatselijk gebeuren. We kennen al informatiebronnen als Kabelinfo, De Gelderlander, Koerier, Torentje, Sterkijker, Willy's Venster enzovoort.
Door de gevarieerde vorm waarin en de snelheid waarmee de informatie bij de kijkers en luisteraars kan worden gebracht, kan het medium lokale omroep een uitstekende aanvulling zijn op deze bestaande informatiebronnen. De te realiseren lokale omroep moet in ieder geval een sterke binding hebben met de plaats, door het geven van informatie over en het maken van programma's door, met en over de plaatselijke bevolking en activiteiten. Ook moet de omroep openstaan voor gebruik door groepen uit de bevolking als uitingsmogelijkheid, informatiebron en voor belangenbehartiging. De initiatiefgroep heeft zich tot taak gesteld te onderzoeken of zo'n lokale omroep in onze gemeente te realiseren is. Ze denkt daarbij aan kabelinfo, radio en televisie. Bij dat onderzoek moet gekeken worden naar de technische mogelijkheden, de kosten, waar de inkomsten vandaan moeten komen en of er voldoende vrijwillige medewerkenden zullen zijn. Tot nu toe zijn de bevindingen redelijk positief. Binnen enkele maanden wil de initiatiefgroep daarom een grote informatiedag organiseren en bij de bevolking en het verenigingsleven nagaan of er voldoende echte belangstelling bestaat voor een eventueel op te richten lokale omroep. Wilt u alvast wat meer weten over de lokale omroep? Dan kunt u de initiatiefgroep de komende dagen vinden op stand 517A op Hilbo 87. We komen daar aan het einde van deze uitzending nog even op terug. En dan gaan we nu over naar Hilbo 87. We zullen dadelijk een rondwandeling maken en een gesprek hebben met de voorzitter van de Hilbo, Ad Berends. Ziet u het terrein van het buitengebeuren? Daar zult u de kassa's vinden. Hier ziet u de entree van de Hilbo-beurs en autosalon. Hallo Ad, kun je ons iets vertellen over de omvang van Hilbo 87? Ja, zeker, graag zelfs. Misschien is het makkelijkst om van deze plattegrond af te doen. We praten hier in zijn totaliteit over bijna 1,5 hectare hallen. Met in zijn totaliteit 230 standhouders, waarvan in de eerste 7 hallen 200 standhouders staan die diversiteiten aan de mensen presenteren. In de andere hal, die bijna 4000 vierkante meter groot is, daar staat de autosalon. En dan hebben we buiten nog, buiten presentatie, we hebben nog de landbouwhal waar demonstraties worden gegeven. En achteraan op het complex, wat in zijn totaliteit bijna 2 kilometer nieuws brengt voor de mensen, hebben we de amusementshal. In de amusementshal vinden iedere dag topattracties plaats. Ik neem aan dat het Hilbo bestuur dit niet allemaal zelf organiseert en uitvoert. Hebben jullie medewerking? Jazeker, van heel veel kanten. Zowel van individuele mensen, van de gemeente, van de verenigingen. Aan alle kanten worden we spontaan geholpen. We zijn hier in de autosalon waar inmiddels de eerste standhouders begonnen zijn hun stand op te bouwen. U ziet het Hilbo-bestuur bijeen. Behalve voorzitter Ad Berends is dat Tijn Lamers, secretaris, Frans de Groot, penningmeester en Rini de Vet voor de technische dienst. Ad,
Voor de vorige Hilbo waren er andere prijzen. In verhouding daarmee is de prijs iets omhoog gegaan dit jaar. Waar ligt dat aan? Ja, Anne, de vorige keer was het 7,50 gulden, nu is het 9,50 gulden. Maar dat komt omdat het in feite twee tentoonstellingen zijn. We hebben de normale Hilbo-beurs en we hebben de autosalon waar we ons op dit moment in bevinden. En hier is het zo dat 100 van de nieuwste modellen tentoongesteld worden. De allernieuwste modellen, topmodellen. En dat zijn wagens van 10.000 tot bijna 400.000 gulden. Er is ook een heel uitgebreid amusementsprogramma. Wil je daar nog iets over zeggen? Graag zelfs. Het is zo dat achter deze hallen zich de amusementshal bevindt, waar iedere dag topamusement geboden wordt. Het is zo dat er amusement is voor klein en voor groot. Iedere dag opnieuw, om enkele namen te noemen, op de dinsdag hebben we Henny Huisman, op de woensdag hebben we Anita Meijer, op de donderdag hebben we Luiken gaan met een quiz waar 4.000 gulden gewonnen kan worden. Op de vrijdag hebben we een heel groot programma, daar moet iedereen gewoon bij zijn, want het is Back to the 60s met Fortunes, met Marmalade uit Engeland, met de Hollandse Shoes. Op de zaterdag hebben we een grandioos programma, 's middags voor de kinderen met Hans Kazan. Dan hebben we op de avond hebben we een Tiroleravond, heel mil en omgeving weet wat dat betekent. Eén groot feest. En op de zondag zijn er diverse... op de zondag zijn er eigenlijk geen woorden voor. Zo is er van alles te doen op de zondag. En dan vergeten we nog op dit moment te zeggen dat iedere dag er grandioze modeshows worden gegeven. Dus het is één feestprogramma, Anne. Voor dat amusementsprogramma zijn ook nog aparte prijzen, hè? Dat klopt. Voor de amusementsprogramma's op de dinsdag bij Henny Huisman, op de woensdag bij Anita Meijer. Daar wordt 12,50 gulden gevraagd, maar dat is elke keer inclusief Hilbo Beurs en Autosalon. Die zijn in de voorverkoop bij de VVV en bij de Rabobanken in onze gemeente. En op de donderdag hoeft niks bijbetaald te worden. Op de vrijdag dan hebben we de Back to the 60s 25 gulden het tijn. En op de zaterdag dan met de Tirolenavond is het weer 12,5 gulden. Maar telkens inclusief de Hilbo Beurs en Autosalon. We zijn in het hart van de Hilbo organisatie, het secretariaat. Tijn, ja. Er zijn vast mensen die op een rustig moment de Hilbo Beurs en Autosalon willen bezoeken. Ja, kun je daar adviezen voor geven? Ja, Anne. Ik kan me voorstellen dat er inderdaad mensen ook in het verleden is al regelmatig gebleken dat er op de dagen als de zaterdag en de zondag de mensen zeiden, nou, heel bo, voor mij hoeft het niet, zo lang in die rij wachten, parkeerproblemen. En vooral mensen die dus moeilijk ter been zijn, de wagens dicht bij de kassen kunnen parkeren, adviseer ik echt om dinsdags, woensdags en donderdags de Hilbo te komen bezoeken. Dat zal echt wel voordelen geven voor die mensen. Het is dinsdagmorgen 6 oktober, 10:15 op de Hilbo. Tegen 10:30 vindt de officiële opening plaats die we u zullen laten meebeleven. Inmiddels arriveren de genodigden voor het officiële gedeelte op dit enorme complex. We zullen u daar straks ook wat indrukken van geven. Een heel gezellige ochtend mag ik u toewensen hier op Hilbo 87. Wederom een uniek gebeuren. Jammer genoeg mogen wij ook maar om de 2 jaar aan proeven aan dit evenement. En deze morgen, ja, het thema van gesprek is nu natuurlijk het weer, buiten, tot aan de modder misschien. De enkels, de schoenen helemaal vol, maar wij laten die ellende en dat natte weer lekker buiten. Want daarom hebben wij natuurlijk Hilbo 87, een grote man van Hilbo 87, Ad Berends. Welkom zeer geachte dames en heren. Bijzonder woord van welkom aan meneer Van Veen, mevrouw Brax, heer en mevrouw Hogenbos, onze burgemeester, wethouders, raadsleden, burgemeesters en wethouders van onze nabuurgemeentes, onze collega-organisatoren, kortom, standhouders, pers en iedereen een hartelijk woord van welkom.
Dus voor mij als voorzitter van de Stichting Relatief een buitengewone eer hiervoor te mogen staan. Dit zijn geen loze woorden. Ik zal het proberen uit te leggen. Kijk, ik ben trots om een inwoner te zijn van één van de actiefste gemeentes van Nederland. Iemand heeft mij trachten wijs te maken dat ons dorp precies ligt op het snijpunt van de lijnen Tokio-Washington en Madrid-Oslo. Nou, als we dat zo moeten geloven, ik geef van niks om. Maar dat Mil actief is, lijkt mij overduidelijk. Daarom is de naam van onze stichting de enige juiste naam. Wanneer u straks Hilbo 87 bezoekt, zult u kunnen begrijpen waarom wij, nogmaals de namen Tijn Lamers, Frans de Groot, Rini de Vet en ondergetekende als bestuursleden van de stichting onze vrouwen heel hartelijk willen bedanken. Zij lieten ons onze gang gaan in de afgelopen maanden. Wij waren er niet vaak. Daarom bieden wij hen bij deze als klein blijk van grote waardering een bloemetje aan. Alle Hilbo mensen, heel hartelijk welkom in Mil op Hilbo 87. Ja, van de Veen. Dames en heren, goedemorgen. De aankondiging was lichtelijk overdreven van mijn persoon. Ik kom niet uit Friesland. Ik werk in Den Haag al een hele tijd. Ik ben alleen van oorsprong Fries, dus ik kan niet met de voorzitter van deze tentoonstelling zeggen wij Brabanders. Maar ik kan u wel zeggen dat ik inmiddels al onder de indruk ben van dit initiatief wat u hier met z'n allen onderneemt en van de prestaties die hier geleverd zijn om deze hele zaak, deze Hilbo, voor te bereiden. Dat is bepaald indrukwekkend. En wij krijgen natuurlijk, het ministerie krijgt natuurlijk vaak het verzoek om wat aan het weer te doen. Dat verzoek heb ik hier normaal ook al gehad, maar ik kan u wat dat betreft helaas niet helpen. Ja, ik moet de minister excuseren. Dat is al eigenlijk al gebeurd. U zult, als u vanavond het journaal bekijkt, kunt u het hele kabinet dicht opgepakt achter de regeringstafel in de Tweede Kamer zien zitten. En als u dan even blijft kijken en de camera blijft even gericht op de heren, dan zult u ontdekken dat een aantal mensen zich lichtelijk verveelt. Meneer de voorzitter, mevrouw Braks, meneer Van der Veen, dames en heren. De opening van de vierde Hilbo is voor Brabant Noord-Oost, het Land van Kuik en de gemeente Millens en Hubert een belangrijke en zeer verheugende gebeurtenis. Ik heb daarom de uitnodiging van de stichting Milarchief om de opening nu voor de derde keer te verrichten met groot genoegen aangenomen. De aanwezigheid van ons stel ik bijzonder op prijs. Het is een goede zaak dat en ondernemers, en bestuurders, en dienstverlenende instellingen uit Zuid-Nederland hier elkaar treffen, elkaars mogelijkheden op deze beurs erkennen en zich onder één groot dak verenigd presenteren aan de tienduizenden die wij de komende 6 dagen hier verwachten. Met uitspreek van de wens dat ook deze Hilbo aan de verwachting zal beantwoorden en dus voor u allemaal een groot succes mag worden, verklaar ik de Hilbo 87 graag voor geopend. Dank u. Thank you.
Het agrarisch element op deze beurs neemt een grote plaats in, die in de toekomst nog uitgebreid moet worden. Op het buitengedeelte vindt u een aantal ondernemers uit die sector afkomstig uit onze gemeente. Door het slechte weer kunnen we geen opname maken binnen in de landbouwhal. Een onderdeel dat u overigens echt niet mag missen. Een aantal fraaie exemplaren van buitenlandse koeienrassen zijn vertegenwoordigd, compleet met zuigkalveren. Aardig om te zien. Deze rassen worden tegenwoordig ingezet om de hoeveelheid en de kwaliteit van het rundvlees te verbeteren. In deze hal vindt u ook een manege waar rijvereniging Hippos iedere dag een demonstratie zal geven en waar u ook een show van koudbloedpaarden aantreft. De wandeling over het buitengebeuren wordt veraangenaamd door mooi aangelegde tuin- en waterpartijen van CB Tuinen. Binnen vindt u al gauw een prachtig verzorgde stand van de industriële kring, waarin de gezamenlijke industrie van de gemeente Mil zich presenteert. In de stand van het arbeidsbureau, uitzendbureau Start, het CVV en het CAVV, kunt u terecht voor informatie over banen, personeel en omscholing op technisch en administratief gebied. U kunt er zelfs echt een baan of personeel vinden. De Milieuvereniging toont in haar stand de prachtige kleurplaten en foto's van de deelnemers aan de Gelderlander Hilbo Milieuprijsvraag. Daar is ook de uitslag van de beide wedstrijden voor foto, kleur en verhalen te vinden. Ter illustratie van de veelzijdigheid van deze beurs ook een beeld van de stand van de scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Mil, het Raamdal, waarin de uitgebreide mogelijkheden na de fusie van LTS, LHNO en MAVO worden getoond. Een van de thema's in de stand van de Rijkspolitie is verkeer en alcohol. De moeite waard om een kijkje te nemen, ook al omdat u er de komende dagen de nieuwe alcoholcontroleapparatuur kunt bezichtigen. Ook de gemeente is vertegenwoordigd met een stand. Dag burgemeester, mag ik u vragen naar uw eerste indrukken van deze Hilbol? Ja, de eerste indrukken, geweldig natuurlijk. Wie hier fraaier dan 85, nog groter dan 83. Niet te vergelijken met 81. Ik denk dat op het ogenblik de kunst is om te zorgen dat wat je opgebouwd hebt, om dat bij een volgende Hilbol op eenzelfde niveau te kunnen houden. Verbetering van de kwaliteit en houden wat we hier hebben. We waren zojuist al even in de stand van de gemeente. Kunt u iets zeggen over de deelname van de gemeente aan deze Hilbol? Nou, de stand van de gemeente die is heel rustig. Hij wordt bemand door medewerkers van de secretarie, door de wethouders en door de burgemeester. 'S Avonds althans. Op deze Hilbol, zoals ook veel andere mensen hun stand vanuit Mil op deze manier de komende dagen bemannen. We hebben daarin weergegeven in de stand van de gemeente wat de gemeente aan geld ontvangt en wat ze ermee doet. Dat is kort en goed eigenlijk. Dat lijkt me heel interessant. Mag ik dan heel even overschakelen naar mevrouw Hoogenbos? Hoe vindt u deze Hilbol? Nou ja, fijn u weet, ik ben sinds 15 augustus ben ik een echte Milse geworden. Ik kom dus uit Breda, waar natuurlijk het ook leeft. Maar wat ik hier meemaak in Mil, nou qua organisatie, het is fantastisch gewoon. Nou ja, dit overtreft natuurlijk alles. En ik vind ja, die organisatie, en dan denk ik ook eerlijk gezegd aan de vrouwtjes die erachter zitten en zo. Als vrouw, zo denk ik daarover. Ik vind het fantastisch. Ja. Eerder deze uitzending heb ik u al gezegd dat we nog even zouden terugkomen op de lokale omroep op de Hilbo. Wel nu, hier is stand 517A en u bent daar de komende dagen van harte welkom. Er is hier een enquêteformulier
dat de initiatiefgroep graag wil uittesten en waarmee ze alvast wat eerste indrukken wil opdoen. Verder ligt er een informatieboekje en op de stand worden voorbeelden getoond van hoe een programma er in de toekomst eventueel uit zou kunnen gaan zien. Uw reacties en suggesties zijn welkom, evenals uw aanmelding om in de toekomst als vrijwilliger mee te gaan werken aan de lokale omroep. En dat kan op verschrikkelijk veel manieren. Bijvoorbeeld achter de camera, achter de geluidsknoppen, achter de computer, op de administratie, op de redactie, als lid van de programmaraad of als bestuurslid en verder natuurlijk in het veld voor het maken van interviews, commentaren, verslagen en dat soort dingen en natuurlijk als omroepster. De Hilbo en de Autosalon zijn de komende dagen tot en met zondag aanstaande geopend. Een uitgebreid programma vindt u in de Hilbo-krant en op mailinfo. U zult beslist geen spijt krijgen van een bezoek. Nog even een indruk van de avonden op Hilbo 87. Wat is het nog lekker druk, hè? Met dit rot weer. Het is hier binnen lekker warm en we gaan er iets leuks van maken. Ik heb er in ieder geval zin in. En jullie? En jou het schelen. En je veel maar. Dames en heren, jongens en meisjes, dit was de eerste uitzending van de lokale omroep Mil, Langeboom, Sint-Hubert en Wilbertoort, die in de komende maanden mogelijk definitief zal worden opgericht. Dat zal echter alleen gebeuren als u in overgrote meerderheid laat weten dat u daarachter staat, eraan wilt meewerken en financieel wilt bijdragen. Zoals u weet, vele handen maken licht werk en vele kleintjes maken één groot. Aan deze proefuitzending is ook een proefenquête verbonden. Het is mogelijk dat u in de loop van de avond wordt opgebeld namens de initiatiefgroep met een paar vragen. Als dat het geval is, hoop ik dat u daaraan even wilt meewerken. Zo, dat was het dan. We hopen dat u deze eerste uitzending leuk hebt gevonden. In de komende tijd hoort u meer van de initiatiefgroep en voorlopig graag tot ziens op de Hilbo. Dag. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. U kunt deze terugkijken op www.lokaleomroepmil.nl via uitzending gemist. Daar leest u ook alles over de plannen die er zijn rondom ons 25-jarig jubileum. Graag tot de volgende keer!